Ik ben Theo Nikkes en ik noem mijzelf straatfotograaf. Report is mijn fototijdschrift. Dat bestaat uit 48 pagina's full-color foto's. Daarin laat ik iedere keer weer een stukje van het straatleven zien. In het stedelijk worden de foto's getoond in een schermpje. Ik heb een selectie gemaakt van 250 à 300 foto's. In mijn fotografie gaat het niet zozeer om het losse enkele beeld. Mijn fotografie moet het echt vaak hebben van de hoeveelheid. Als je ze in een bepaald tempo, in een bepaald ritme laat zien, dan werkt het heel goed. Dat is eigenlijk een beetje wat ik probeer in de report ook, al is dat dan een veel kleinere selectie. Ik vind het eigenlijk vanaf mijn opleiding al leuk om een beetje op straat rond te zwalken. En nou ja, een camera is natuurlijk een heel leuk middel om een doel te hebben om in de stad rond te lopen en te fotograferen wat ik voor de lens krijg. Ik ben vooral gefixeerd op wat mensen onderling allemaal doen. Of gekke situatietjes of dingen die voor mijzelf niet helemaal duidelijk zijn. Dat vind ik eigenlijk de leukste dingen om te fotograferen.